toen ik in de tweede divisie begon, was ik oké, ik wil graag naar de eerste divisie. Nou, uiteindelijk heb ik zo de eredivisie gehaald. Toen was mijn droom om voor mijn 40ste naar de internationale cursus te gaan. Ook dat is gelukt. De kwartfinale van de nationale. Je hebt mooie wedstrijden. Je mag onderdeel zijn van een fantastisch spelletje. Genieten van leuke rallies en goede sfeer bij het volleybal. Ja, het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Fijne wedstrijd. Echt een teamsport. En ook in de arbitrage merk je dat het echt een teamsport is. Je doet het samen met je collega scheidsrechter, maar ook met de lijnrechters. En ik vind dat mooi om dan met elkaar de juiste beslissingen te nemen. En een wedstrijd tot een goed einde, eerlijk einde te brengen. Ik mag nou in Europa ook Champions League fluiten. Was een droom, maar ja, dat heb ik nou bereikt. Dus eigenlijk is er nog één ding wat ik heel graag zou willen. Zou op wereldniveau mogen fluiten. Dat wordt heel lastig, maar je moet blijven dromen. Bij het volleybal is er een goede opleiding. Ik vind dat de Nevobo dat goed voor elkaar heeft. Beoordelaars die je tips geven. Het is ook heel gebruikelijk om met je collega altijd de wedstrijd na te bespreken waar je van elkaar leert. Gefeliciteerd! Ja, je kunt carrière maken en je kunt verder komen als scheidsrechter dan dat je misschien als speler ooit zou lukken.